Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Lochem Nederland, HA Groep Verzekeringen en Hypotheken, Online Soccer Management, De Regenbogenbeheer, HVS Hairstyling, Vervanenbeheer, Café Restaurant Hollandaise, Sir Winston Casino en Bruut en Bubbels Presentaties en Proeverijen. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Haaglander Voetbal Totaal. U weet het programma dat iedere week aandacht schenkt aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. In deze aflevering aandacht voor de voetbalvereniging Die Hagen en met name ook haar trainer Wim de Jong. En we waren te gast bij DSO in Zoetermeer. Als je Wim de Jong zegt, zeg je net zo gemakkelijk Die Hagen. Wim de Jong was er een fanatiek voetballer en later trainer. Daarna maakte hij uitstapjes naar andere clubs als speler en trainer. Maar hij keerde echter toch terug op Okkenburg. Op Blankenstein zocht Wim de Jong op. Voor onze nieuwe rubriek Haaglander Voetbal te gast bij bezochten wij zaterdag eerste klasse DSO. Daar vindt op Hemelvaartsdag 29 mei de grote finale dag plaats van ons Haaglander Voetbal Omroep West toernooi. Een gesprek over dat toernooi, maar ook een onderhoud met de voorzitter over de huidige situatie bij de club die geplaagd wordt door wat financiële tegenvallers. En een gesprek met trainer Aart-Jan van Boksel die zaterdag zijn ploeg een zekere overwinning alsnog uit handen zal geven. Maar we gaan beginnen met Die Hagen. Trainer Wim de Jong heeft iets met die club. Hij was een voetballer, hij was een trainer, maakte daarna uitstapjes, zowel als voetballer en als trainer, had succes als trainer bij andere verenigingen, maar keerde toch weer terug op Okkenburg. Rob Blankenstein zocht hem op het kantoor van de Richard Krajicek Foundation, want daar is Wim de Jong directeur. Wim de Jong, trainer van zaterdag derde klasse Die Hagen. Even naar de relatie Wim de Jong en Die Hagen, ooit begonnen als speler, daarna ook nog een keer als trainer teruggekomen en nu weer als trainer teruggekomen. Die Hagen gaat je in je hart, dat blijkt wel. Ja, als je daar als klein jongetje van 9 jaar begint, hè, want toen had je nog geen F-pupillen. Toen mochten we pas bij de D-pupillen instromen, maar ik mocht met 9 jaar al lid worden. En dan was het de club van de buurt, hè, het zat op de Medestokelaan. En ja, dan groei je daarop en je gaat bij de eerste kijken. Ik was natuurlijk als 15-jarige, mocht ik al meedoen met het eerste. Dus ja, dan zit het wel in je bloed, Die Hagen. En dat, ja, dan word je later trainer daar en dan ga je een pad op naar vele andere clubs. Maar Die Hagen blijf je altijd wel volgen en dan kom je nog een keer terug als trainer. Maar ik ben nu voor de derde keer al terug als trainer. Dus dat, dan heb je wel zoiets als zegt iedereen, ja, de cirkel is rond. Maar ja, dat weet ik niet. Ik heb het naar mijn zin en het is mijn clubje, ik ken de mensen. Ik vind het een prettige vereniging om te werken. Dus ja, misschien kom ik er nog wel een keer terug, misschien blijf ik er. Dat weten we nog niet. We leven nu 2013. Je hebt al 2 eerdere periodes meegemaakt als trainer bij Die Hagen. Als je dat vergelijkt, die 2 eerdere periodes met nu, is er nog veel veranderd? Ja, er is wel veel veranderd. Er is sowieso, denk ik, in de voetballerij veel veranderd in mentaliteit. Ik moet oppassen, maar ook in de beleving. Vroeger ging het toch meer over het voetbal. Nu zijn andere dingen in het leven heel belangrijk geworden. Werk is heel belangrijk geworden. Geld verdienen is heel belangrijk geworden. Voetbal iets meer bijzaak. Uitzonderingen daar gelaten. Maar je merkt wel in de hele beleving van het team, en dan ben ik nog gezegend met een hele goede groep gasten, maar je merkt wel op alle fronten dat wel wat minder is geworden. En dan, ja, dat is een beetje inherent aan de tijd waarin we leven en dat is ook niet zo vreemd natuurlijk dat gebeurt. Dat veel dingen belangrijker worden dan het voetbal. Maar goed, ik zie wel wat nivellering qua niveau. Met name dan de oude onder ons, die zeggen altijd van ja, vroeger bleef je hangen op een donderdagavond qua... Als de training was afgelopen, zeg maar, sterker nog, je ging met z'n allen naar de Troubadour of naar de Kardinaal, noem maar op. Dat is nu compleet anders. Bij jouw groep, blijven die gasten dan toch hangen of zijn er ook een stel bij die gelijk na de bespreking zeggen, aju? Ja, die heb je er altijd bij, want net wat ik zeg, er zijn veel mensen die tegenwoordig een job hebben die erg belangrijk is. Je kan je niet meer permitteren om te laten komen of half
geschuffeld op je werk te zitten. Wat vroeger wat makkelijker waarschijnlijk was. Hè. En dan had je nog niet zoveel die ontslagregelingen. Dus die jongeren die zijn daar wel wat scherper op. En die moeten ook gefocust zijn op dat werk. Dus die gaan wat eerder weg. Maar ja, ik denk dat bij Die Haag nog steeds de situatie is dat we op donderdagavond clubavond hebben. En dat het nog behoorlijk druk bezet is. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Derde klasse C, jullie staan op de vierde plaats, 11 gespeeld en 23 punten. Een beetje in de Westlandse afdeling, zeg maar. Hoe bevalt het tot nu toe? Nou ja, ik heb al eens eerder aangegeven dat ik die derde klasse niet zo bijzonder vind qua niveau. En daar doen wij natuurlijk ook in mee. Maar ik denk dat je 5-6 ploegen aan de bovenkant hebt die erg aan elkaar gewaagd zijn. Wat ook erg leuk voetbal is. Maar je hebt ook een aantal ploegen aan de onderkant die het gewoon lastig hebben. Die echt een stuk minder zijn. Dus het niveauverschil in de afdeling is vrij groot. Ja, er is ook ons alles aan gelegen om toch wel zo snel mogelijk naar die tweede klasse te gaan. Maar ja, dat is niet... Dat is niet eenvoudig om er zomaar even uit te komen. Maar goed, jullie staan slechts 4,8 achter op Westlandia. Dus wat dat betreft, zeker nog met de wedstrijden na de winterstop, is nog alle mogelijkheid. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. En als ik zie onze wedstrijd tegen Westlandia, was een 3-3 waar we eigenlijk de bovenliggende partij waren. Die hadden we kunnen winnen en dan hadden we waarschijnlijk bovenaan gestaan. Maar hadden telt niet in de voetballerij, dus dat is dan een mooi cliché. Maar ik vind wel dat Westlandia heeft een hele zakelijke ploeg. Natuurlijk veel spelers van de zondag overgeheveld. Dus die zie ik uiteindelijk wel als de grootste favoriet. Maar ja, ik vlak ons zeker nog niet uit. Want wij hebben natuurlijk een prima ploeg en het is heel homogeen. Dus het is absoluut nog niet gespeeld. Die Haag heeft nu te maken gehad, nog niet zo lang geleden, met een brand in het clubgebouw. In hoeverre heeft dat impact gehad op jou als trainer functioneren met een groep, andere kantine, trainingsveld die iets verder weg? Hoe zijn jullie ermee omgegaan? Nou, dat is natuurlijk best wel lastig, want je merkt dat er ook een stukje communicatie daardoor verloren gaat. En iedereen doet ongelooflijk zijn best om het zo goed mogelijk allemaal te laten verlopen. Maar ja, je hebt geen bespreekruimte. Dus dat is improviseren met uitwedstrijden, met verzamelen. De kantine is wat kleiner, maar ik moet zeggen wel heel erg knus. En we zitten bij de Hungry Mind, de oude kantine van Texas. En daar worden we geweldig opgevangen. Daar hebben we een hele goede relatie mee opgebouwd nu. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, en we hebben zoiets van, ja, we moeten zeker nog een jaar daarin overbruggen. Dus we kunnen allemaal gaan zeuren nu. Maar dat is een gegeven waar niemand wat aan kon doen, of aan kan doen. Dus we moeten, en dat voel je wel binnen de club, dat er heel veel energie vrijkomt om er met z'n allen voor te zorgen dat er iets moois voor terugkomt straks. En dat we er eigenlijk beter uitkomen. Dus ja, die energie die proberen we wel te bundelen. Hoe moeilijk het ook is af en toe en hoe veel we ook moeten improviseren. Maar je merkt inderdaad dat de club wel bereid is met elkaar om er iets moois van te maken. Jullie hebben nog 15 wedstrijden te gaan tot het einde van de competitie. Waar focus je op? Nou ja, ik heb gezegd dat ik eigenlijk zo snel mogelijk uit die derde klas wil. En als dat ertoe leidt dat dit jaar is, nou heel graag. Des te sneller, des te beter. Maar goed, je hebt dat niet altijd voor te zeggen. We zijn hartstikke goed bezig met elkaar. Dus misschien duurt het wel 5 jaar. Maar we blijven net zo lang werken dat we in die tweede klas komen. Afrondend, als jullie minimaal geen periodetitel pakken, is dat dan toch een teleurstelling aan het eind van het seizoen? Nou, absoluut. Met deze ploeg, met de kwaliteit, met de sfeer die er in de vereniging heerst en in de ploeg heerst, ja, moeten wij minimaal periodetitel. Als je dat in je eerste jaar als trainer daar al haalt en de ploeg is eigenlijk in de breedte sterker geworden, dan ben je minimaal verplicht om een periodetitel te pakken. Vrijdag op deze zender, Regio TV Info Thuis, het programma Haaglanden Voetbal aan tafel vanuit de Sir Winston Entertainment Club. Aan tafel schuiven aan Toon Braakjes, Richard Douw, Frans Danen en Bas Steffens. Vrijdagavond, Haaglanden Voetbal aan tafel. Met herhalingen op de vrijdagavond, de zaterdag en de zondag. Haaglanden Voetbal aan tafel, de moeite waard om aanstaande vrijdag in ieder geval te kijken naar dat programma. En wilt u een keer bij de opname aanwezig zijn, dan kan dat. Meld u het via redactie@haaglandenvoetbal.nl. Tijd nu voor ons volgende onderwerp. En dat is een nieuwe rubriek, Haaglanden Voetbal te gast bij. En wij waren te gast bij de zaterdag eerste klasser DSO op het sportpark Bentwoud in Zoetermeer.
We spraken er allereerst met Jan Baas. Hij is belast met jeugdzaken, maar zit ook in het organisatiecomité dat verantwoordelijk is voor die finale dag van het Haaglandse Voetbal Omroep Westentoernooi. Finales van de standaardteams en maar ook van de jeugd, de vrouwen en het G-voetbal. Gesprekje met Jan Baas en kijkt u naar de beelden van cameraman Fred Wolters. Jan, de grote finale dag van het Haaglandse Voetbal Omroep Westtoernooi om de Sir Winston Cup. Dit seizoen bij DSO. Ja, daar is de club natuurlijk uiterst content mee. Ja, ontzettend. Want we verheugen erop ons om deze dag te mogen organiseren. En ik hoop dat het onwijs druk wordt en heel veel mooi weer krijgen die dag. En mooie wedstrijden te zien krijgen. Ja, jullie zijn wel van plan om dat met het organisatiecomité groots aan te gaan pakken. Absoluut. We hebben de boel een beetje goed bekeken. We volgen alle draaiboeken en we gaan zorgen dat het een mooie dag wordt in ieder geval. Het is natuurlijk voor DSO niet helemaal nieuw, hè? Want jullie hebben al wat nodige ervaring met het organiseren van dergelijke grote toernooien. Ja, we hebben al een paar hele grote toernooien gehad van de KNVB. De landelijke bekerdag. We hebben elk jaar internationale toernooien hier voor de jeugd, voor de D in de E-klasse, D in de C-klasse. Loopt eigenlijk altijd gesmeerd. Prachtige mooie accommodatie. Die leent zich natuurlijk ook uitstekend voor een dag met zoveel finales. Ja, absoluut. We zitten hier voor het vierde seizoen. En het leent zich bij uitstek voor mooie toernooien. Hoe gaat DSO zich onderscheiden, zo'n finale dag, met de voorgaande edities? Nou, wij zorgen in ieder geval voor mooi weer. Tussen haakjes. Nee, maar ja, we proberen zo goed mogelijk te regelen. En dat iedereen tevreden naar huis gaat. En dat ze allemaal een mooie dag hebben gehad. Ja. Toernooi dag, de finale dag, is in de regel altijd geweest op de zaterdag. Dus nu bewust gekozen voor Hemelvaartsdag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met na-competitie, start WK hockey in de regio. En natuurlijk het start van het WK voetbal. Ja, voor ons is het een perfecte dag, die dag. Inderdaad, je stoort geen andere wedstrijden dagen. Een mooie dag. We hebben 2 jaar geleden die finale Ajax C1, PSV C1 gehad op Hemelvaartsdag. Waar hier zo'n 1000 mensen aan toeschouwers. Dat was binnen een week geregeld, want dat moest veranderd worden. Die zouden eigenlijk spelen op de KNVB-dag, maar dat is toen naar Hemelvaartsdag gegaan en het perfect verlopen. DSO, grote vereniging, heeft ook aardig wat vrijwilligers. Ja, dan kun je zoiets ook wel handelen. Ja, dat zal wel de nodige inspanning en moeite kosten om alle mensen weer bij elkaar te krijgen, maar dat lukt altijd. We zitten nu nog in december, maar jij moet ver vooruit kijken. Dus de eerste bespreking met het organisatiecomité, hebben we er alweer opgezeten? Ja, de eerste hebben we gehad en de tweede is ook al gepland en de derde is ook al in de maak. En de voorbereidingen gaan nu starten, zeg maar. Kortom, Hemelvaartsdag 2014, voetballiefhebbers richting Zoetermeer. Allemaal naar DSO te komen. Wij zorgen voor een mooi entourage, mooi voetbal en mooi weer, hopelijk. En na Jan Baas spraken we ook met de voorzitter van DSO, Ton Roerig. Hij staat toch voor een enorme klus om met het bestuur DSO weer financieel op de rit te krijgen. Een gesprek met de DSO-voorzitter. Ton, je hebt er weer een periode als voorzitter aan vastgeplakt. Ja, ik heb mij beschikbaar gesteld om een periode door te gaan, omdat ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is hier. Ja, want wat dat betreft, DSO zit niet in de meest rooskleurige positie zoals het misschien in het verleden is geweest. Nou ja, sportief zitten we heel mooi en doen we ook hele mooie dingen op het veld. Je weet wat ik bedoel. Ik denk dat je op de financiën doelt. Inderdaad. Maar we hebben financieel absoluut fouten gemaakt en die moeten we herstellen. En daar ben ik ook graag toe bereid. En daar heb ik mij beschikbaar voor gesteld dus. Ja.
begon natuurlijk al inderdaad met een energierekening die een beetje tegenviel. Ja, we hadden eigenlijk tegenvallen na tegenvallen eerlijk gezegd. En als je dan onvoldoende zicht hebt gehad op wat eruit ging, ja, dan moet je daarvan leren. En dat doen we dus nu. Zo'n grote vereniging als DSO, zoveel leden, eigenlijk is zo'n club toe aan een verenigingsmanager. Nou ja, we hebben daar ook wel eens over gesproken. Dat je bent nu zo groot dat je eigenlijk gewoon een bedrijfsmatige organisatie eigenlijk nodig hebt. Met leden weliswaar, maar toch meer professionaliteit in onze organisatie is absoluut nodig. Maar goed, zoiets vraagt natuurlijk financiële offers. Ja, daar is nou net niet de periode voor. Het is nu best lastig om daar financieel om daar geld voor vrij te maken. Dus we moeten het nu, vind ik, in eerste instantie ook doen met onze vrijwilligers zelf. Maar ook die kunnen we wel helpen om slagen te maken met z'n allen. Ja. Het feit dat je nu financieel even orde op zaken moet gaan stellen, heeft dat ook consequenties voor sportieve ambities? Nou, we hebben daar in de ledenvergadering ook over gesproken. We hebben gezegd van die ambitie blijft onze ambitie. Dat was ook een meerjarenambitie, dus op zich hoeft daar niet veel aan te veranderen. Maar we moeten wel zorgen dat we toch de tering naar de nering zetten. Ja, zo simpel is het. Dus de zaak voor het bestuur op dit moment gewoon alles even de revue laten passeren en vervolgens heel erg goed op de winkel passen? Ja, nou, we lichten eigenlijk nu helemaal de organisatie financieel door op alle aspecten. Daar zijn we eigenlijk alles aan het doorlichten. Om te kijken waar lopen we uit de pas ten opzichte van andere clubs. De KNVB heeft ook aangeboden om ons daarbij te helpen. Daar maken we graag gebruik van. En ik ben ervan overtuigd dat we hier weer uitkomen. Ja, hectische periode achter de rug. Nu iets rustiger vaarwater? Nou ja, nu vooral veel werk te doen, wat mij betreft. En dat doen we graag. Daar zetten we ons graag voor in. Maar er is veel te doen. We moeten echt voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren. Voorzitter zijn, dat is een hobby. Neem je dat soort problemen ook mee? Nou, ik ben niet zo heel erg snel geneigd om wakker te gaan liggen. Maar dit zijn wel serieuze situaties waar je als bestuurder echt aan de bak moet. En ja, dan moet je ook wel je verantwoordelijkheid nemen. En ik heb die bijvoorbeeld willen nemen ook door juist nu te zeggen, ik vind dat ik beschikbaar moet zijn om door te gaan. Om te zorgen dat we dit probleem ook weer onder de knie krijgen. Ja, want het was te makkelijk geweest om nu te zeggen van jongens, zoek maar een ander. Ik vond het niet kunnen om de deur achter me te sluiten op dit moment, eerlijk gezegd. Om mooi af te sluiten, 2014 staat voor de deur. Wat is jouw grote wens voor dat jaar wat betreft DSO? Nou ja, dat we financieel er weer gezond op komen te staan. En dat gaat volgens mij lukken. En dat we sportief mee gaan doen voor toch nog een periodetitel bijvoorbeeld. DSO-voorzitter Ton Roerig. Belangrijke taak dus voor hem en het bestuur. En ons bezoek aan het sportpark Bentwoud sloten we af met het bekijken van de wedstrijd in de eerste klasse B tussen DSO en SV Nooddorp. Een echte streekderby zou je kunnen zeggen. De thuisclub, DSO, dat dacht de overwinning binnen te halen, want op slag van tijd werd het 2-0. Echter, in de blessuretijd sloeg SV Nooddorp nog twee keer toe en haalde er een 2-2 gelijk spel uit. Logisch dat DSO-trainer Aart-Jan van Boksel na afloop zwaar de P erin had. Inmiddels was het al koud, donker en toen spraken we toch nog met een teleurgestelde trainer, Aart-Jan van Boksel. Toen we elkaar spraken op het trainingskamp van de zomer, toen zei je, heel brutaal, ik denk dat we wel mee gaan doen om de titel. Ja, klopt. Nou, dat is niet helemaal tot nu toe uitgekomen. Hoe kijk je terug tot, op het seizoen tot nu toe? Ja, ik denk dat we eigenlijk wel een heel goed seizoen voetballen. Dat we ook elke keer wel goed spelen. Maar dat we het eigenlijk elke keer of heel makkelijk weggeven of gewoon de doelpunten niet scoren. Dat het makkelijk weggeven, daar is de laatste wedstrijd natuurlijk weer het voorbeeld van hier tegen Nooddorp. Ja, nee, duidelijk. Kijk, vandaag hier ook sta je 2-0 voor in de 90ste minuut. Ja, dan mag je dat natuurlijk nooit meer weggeven. En uiteindelijk moet je dan moeten die ballen maar het weiland in. Maar goed, wij gaan dan toch weer proberen te blijven voetballen. Elliot met name op het laatst. Houden gewoon die bal lekker daar vast. En ja goed, dan raken we hem kwijt. Wordt nog 2-2, is ongelooflijk. Ja, ik dacht inderdaad van je speelt niet goed, blijf lang 1-0. Dan zit dat risico van die tegentreffer zit erin. Ja. Op slag van tijd maak je 2-0. Normaal gesproken lopen een gelopen koers. Ja, zeker joh, want hun creëerden eigenlijk ook bijna niks. Want achterin waren we gewoon herenmeester. En vooral Roeland, die won eigenlijk ieder duel en we pakten alles af. Ze kwamen eigenlijk niet verder dan de 16. Dus je verwacht helemaal geen tegengoal. Maar goed, die vrije trap die ze dan maken, die 2-1. Ja, die is natuurlijk al dodelijk. Die mag natuurlijk nooit erin. Dat is gewoon een bal die heel lang onderweg is. En waar die eigenlijk nog een keer mag stuiteren en dan kunnen ze hem nog erin schieten. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Hoe is de eerste klasje bevallen tot nu toe? Op zich wel heel leuk. Het is toch wel leuker als vorig jaar in het tweede. Het niveauverschil is ook wel wat groter. Maar qua voetbal vind ik het wel tegenvallen. Er zijn toch veel ploegen die... Nee, goed, dat heb je ook vandaag wel weer gezien. Die toch heel opportunistisch spelen met lange ballen en veel strijd en beleving.
Qua voetbal hebben we eigenlijk alleen tot nu toe, moet ik eerlijk zeggen, Swift uit Amsterdam. Dat vond ik wel de best voetballende politiek gezien heb. En je ziet ook dat Rijnvogels ver weg loopt. Nee, duidelijk. Die hebben natuurlijk ook wel een goede ploeg, maar die zijn wat completer. Die hebben wat meer fysiek en wat meer power erin dan Swift. Maar als ik naar het voetballen kijk, dan vind ik Swift vind ik de beste ploeg van de afdeling. Jullie pakken over het algemeen thuis makkelijk je punten. Behalve nog ook wedstrijdje geweest tegen die Amsterdamse ploeg, HUWD, en tegen Rijnvogels niet. Tegen Rijnvogels hebben we verloren, klopt. Ja, dat was ook... Dat was toen ook wel terecht, moet ik zeggen. Op basis van de eerste helft zeker. De tweede helft kwamen we toen aardig terug in die wedstrijd. Hadden we nog wel een punt moeten pakken eigenlijk in de tweede helft. Maar goed, ja, we scoren natuurlijk vrij lastig. Dus ja, dat is moeilijk. Ook vandaag mis je natuurlijk uiteindelijk Niels Schone en Leslie van den Berg. Ja, kijk, dat zijn natuurlijk toch jongens... Scorend vermogen. Ja, scorend vermogen. En jongens die natuurlijk wel even een balletje voor je in vasthouden bij 2-1. In plaats van dat ze gekke dingen gaan doen. De helft zit er bijna op. Hoe kijk je daar naar de tweede seizoenshelft toe? Ja goed. In principe, dan hebben we alle tegenstanders gehad. We krijgen nu BVCB nog. Goed, als we naar de uitslagen kijken, dan zitten die. Dat is ook zo'n ploeg die eigenlijk een beetje. Ja, het is veel gelijkwaardig. Dus ja, ik denk dat we, als we naar onszelf kijken, dat we qua voetbal ook wel bij de beste ploegen in de afdeling horen. En ik denk in de tweede helft van het seizoen dat wij moeten gaan oogsten. En met Aart-Jan van Boksel zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. En wilt u dat Haaglanden Voetbal ook een keer op bezoek komt bij uw vereniging? Laat het ons gerust weten. Ik wijs u nog even op onze aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel komende vrijdag. En dit programma dat meldt zich weer volgende week woensdag. Maar u kunt het laatste voetbalnieuws, u weet het, dagelijks bekijken op haaglandenvoetbal.nl. Veel dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Van Lochem Nederland, HA Groep Verzekeringen en Hypotheken, Online Soccer Management, De Regenbogenbeheer, HVS Hairstyling, Vervanenbeheer, Café Restaurant Hollandaise, Sir Winston Casino en Bruut en Bubbels Presentaties en Proeverijen.